Ja, weer een puzzeltje. En misschien ga je ze op een gegeven moment ook wel leuk vinden. Dat hoop ik voor je. Ja, ik vind leuke dingen. Nou, we gaan eens eventjes kijken. Leuker dan breuken in ieder geval. Maar bijna alles is leuker dan breuken. Nou, als je nu gaat kijken, ga eerst voor je de som gaan maken even kijken wat zie je allemaal. Dat maakt het namelijk straks dus makkelijker om te gaan kijken wat heb ik nodig, wat kan ik vinden. Altijd eerst even oriënteren. Nou, hier zit een rechte hoek. Deze hoek is gegeven, die hoek is gegeven. Maar jij staat zo'n tekentje in. Wat betekent dat ook alweer? Ja, dat die even groot zijn. Dus eigenlijk heb je deze ook gekregen. Deze heb je eigenlijk ook. En deze weet je eigenlijk ook dat die 90 graden is. Hè, dat zijn allemaal dingetjes die kun je al zo uit het plaatje halen. Verder zitten hier de overstaande hoeken. Hartstikke handig, want overstaande hoeken zijn gelijk. Ik heb hier ook een aantal gestrekte hoeken zitten. Er zitten ook een aantal gestrekte hoeken zo. En het belangrijkste, het ding zit vol driehoeken. Dus je zult misschien of waarschijnlijk heel veel hoeken som driehoek moeten gaan gebruiken. Een belangrijke driehoek, deze som iets minder. Deze som kun je het op een andere manier sneller. Maar vaak is heel belangrijk die buitenste driehoek. Hier zie je bijvoorbeeld de R heb je er een halfje van. Hè? De helft van R heb je, dus die kun je heel R uitrekenen. Q heb je. En dan zou je bijvoorbeeld P uit kunnen rekenen. Nu is dat nu niet gevraagd, maar dat zou kunnen. Nou, nu kun je twee dingen doen. Je kunt gaan zeggen, ik zie het gewoon echt niet. Het kan zijn dat jij zegt, ja, ik zie het gewoon niet. Ik zie gewoon niet wat ik bijvoorbeeld voor P1, wat ik daarvoor moet doen. Of wat ik voor U4 moet doen of U2. Ik zie het niet. Ga dan kijken wat je wel weet. Want vaak als je gewoon een beginnetje maakt met te rekenen wat je wel weet, dan ga je steeds meer zien en ineens denk je, oh, dat is hem. En je krijgt al punten voor hoeken die je ja, uitrekent omdat je zomaar begonnen bent. Daar krijg je al punten voor. Dus als je het niet snapt, niet blijven staren, gewoon gaan rekenen wat je wel weet. Nou, de meesten zullen zien dat deze ook 38 is. Dus dan schrijf je gewoon dat al op. Die blijkt ook nodig te zijn voor een hoek. Dus krijg je punten. He, dus wat ik je eigenlijk wil zeggen is, het beste is terug te gaan kijken. He, dus bijvoorbeeld, we hebben hoek P nodig. Dat is niet hoor, maar stel dat je zegt, oké, dan moet ik hoek Q hebben en hoek R. Hoe kan ik hoek R vinden? Oh, zo, en dan te gaan doen. Dat werkt het snelst, het gerichtst, werkt het fijnst. Niet iedereen kan dat nu al. En als je dat dus niet kunt, dan ga je gewoon kijken, wat kan ik al wel berekenen? En dan zul je zien dat het steeds makkelijker gaat, dat je het steeds beter gaat zien. En door alvast te berekenen, krijg je al punten op de toets, omdat dat misschien ook nodig was voor een hoek. Dat je bij toeval op de goede weg zit. En je hebt opeens de kans dat je het ineens gaat zien. Nou, we gaan hem doen. We gaan hem doen. En je mag altijd doorscrollen. Als je denkt, ja, dat praat je vooraf al dat gekletst, dan spoel je gewoon door. Het zijn dezelfde sommen hoor. Ze zijn alleen iets anders omschreven en hier zit een vraagje bij. Maar verder zijn het eigenlijk dezelfde sommen. Ik ga even kijken wat ze willen weten. Ze willen weten P1. Nou, wat dan kan helpen is dat je zegt, oké, dit is P1. Dat is een muispuntje eigenlijk, hè, zou je kunnen zeggen. Zo'n neusje zo. Ja, heel P hebben we niet, P2 hebben we niet, anders kon ik dat gebruiken. Dan ga je kijken, wat heb ik wel? Ja, een driehoek. Maar ja, die T1 heb ik niet, die U1 heb ik niet. Waardeloos, kunnen we niks mee. Maar teken dan eens verder door. En dan zie je dat de gevraagde hoek, zit in een driehoek. En van die driehoek, daar heb je wat van. Nou, sterker nog, heb je alles van wat je nodig hebt. Deze is namelijk 78 graden en hier staat zo'n hoekje in van een rechte hoek. Dus deze is 90 graden. Ja, dan kun je gaan rekenen. Dan kun je gaan rekenen. Hoe schrijf je dat nu op? Hoek P1. Het rekensommetje van de hoek die je aan het uitrekenen bent, dat begin je met hoek P1 is. Dan gaan we het sommetje doen. Dit is P1, hè? Het sommetje is dus 180 graden, min 90 graden, dat is die rechte hoek, min 78 graden. En dan kom je uit op 12 graden. En dan zet je achter hoekensom driehoek. Ik zet zo een driehoekje. Ja, sommige docenten vinden dat lui. Ik vind het gewoon makkelijk. Maar het kan zijn dat jij van jouw docent echt zo'n driehoek moet schrijven. Vraag daar even na. Het zou zonde zijn. Je hebt er gewoon mensen tussen zitten die zeggen, nee, dit is niet goed, want het moet gewoon een driehoek staan. Dat zijn van die dingen moet je aan je eigen docent vragen. Dan heb ik die gevonden. En wat dat kan helpen, is dat je me inzet. Dus, ja, kon jullie ook maar. Hè? Dat zou wel fijn zijn. Die is ook om uit te gubben. Zo, die zet ik erin en deze is 12 graden. Nu kan ik hoek P2 gaan uitrekenen. Dat kan op twee manieren. Als je niet ziet dat P2 in deze driehoek zit, deze hoek is 90, deze is ook 38 en dan doen we weer diezelfde truc. Als je dat niet ziet, wat kun je dan doen? Dan kun je
eerst hoek R uitrekenen, dat is 2 keer 38. Hè? Eerst hoek R en hoek Q en dan hoek P. En van hoek P hebben we deze al. Dat is een manier. Maar dan ben je extra stappen kwijt. En degenen die het sneller zien, die kunnen, die hebben minder tijd nodig. Zo werkt dat vaak. Hè? Soms zie je iemand klaar zijn met wiskunde. Hé, hoe kan dat nou? Ja, die hebben gewoon snellere stappen gevolgd. Dus niet zozeer sneller gewerkt, maar handigere stappen gezet. Ja, of te weinig opgeschreven. Dat kan ook, dan krijgen ze punten aftrek. Maar goed, nou, even opnieuw. Hoe kan je dit nu aanpakken? Nou, je gaat eerst kijken in welke driehoek zit hij. Nou, die eerste driehoek hebben we niks aan, want we hebben die U4 niet, heb ik net al laten zien. Nou, dan gaan we kijken welke driehoek nog meer. In deze driehoek ook nog. En nu lijkt het lijkt alsof je daar niets hebt, maar je hebt er wel degelijk iets. Kijk maar, deze is ook 90 graden. Daar mag je gewoon vanuit gaan. Omdat het een gestrekte hoek is en hier staat een tekentje in van 90 graden, dat is die andere ook gewoon 90 graden. Dat is eigenlijk de enige waarbij je dat mag doen, waarbij je dat zo aan mag nemen, zoals er zo'n tekentje in staat van rechterhoek. Nou, nu hebben we nodig, deze hebben we, deze is 90 graden, dan moeten we ook R weten. En nu zijn er best veel, die schrijven dit op. Hoek P2 is 180 min, moet ik even kijken hoor, 60, 76 min 90 is. Dat is niet verkeerd, maar, en dan 14 graden, en zetten ze zelfs nog hoekensom, driehoek erachter. Dat is niet verkeerd. Maar je mag niet zomaar hier 76 schrijven. Want in jouw hoofd heb jij gedaan 38 plus 38 of 2 keer 38. Dat moet je in je hoofd hebben gedaan. En dat moet je dus ook opschrijven. Dus elke hoek die niet gegeven is, die jij wel gebruikt, dan moet je laten zien hoe je eraan komt. Deze hoek, die 76, staat nergens. Dan moet jij wel laten zien waar heb je die vandaan getoverd. Hè? Dus, en het is met name van belang voor als jij een rekenfout maakt. Stel je voor, je schrijft hier op min 74 en je hebt hierboven staan hoek R is 2 keer 38 is 74. Bijvoorbeeld is fout, hè? En je zet dan hier 74, dan zien wij, oh, ach, hier zat een rekenfoutje. Dus, hij doet even niet wat ik wil. Ik moet het natuurlijk zelf wissen, want het is fout. Maar ik liet even zien van, als je dus goed opschrijft hoe je eraan komt, dan kost het je minder punten. Los van het feit dat het moet, kost het je ook echt minder punten. Want dan zien wij, oh wacht, er was gewoon een rekenfoutje in deze stap. Hè? Los daarvan moet je altijd laten zien bij wiskunde, als je een hoek gebruikt die niet gegeven is, waar heb je die vandaag gevloekt? Nou, hier moet wel iets achter. En wat moet hier achter? Hier moet achter dat je gebruikt hebt dat die hoeken even groot zijn. Je kunt zetten gelijke hoeken. Bij mij mag je gewoon deze tekentjes schrijven. Ik weet niet wat mijn collega daarvan vindt. Dat zijn van die regels. Dat doet iedere docent op zijn eigen manier. En iedere docent vindt dat hij dat het beste doet. Zo werkt dat. Als de 10 docenten dit filmpje maken, doen 10 docenten het anders. En ze vinden alle 10 als het beste doen. Het zijn nog eigenwijs mensen, hè? Maar goed, we gaan door. Dus dit is 76. Nou, en dan komen we dus uit op 14 graden. Dus nogmaals, schrijf dit wel op. Niet zomaar 76 opschrijven. Nu hebben we P2 ook. Nou, ga ik hem weer wissen. En welke hebben we nu inmiddels? We weten inmiddels dat deze ook 38 is. Maar die hebben we niet echt genoemd. Hè? We hebben eigenlijk heel erg genoemd. R1 is nog niet genoemd, dus die mogen we dan nog niet zomaar gaan gebruiken. Even kijken. Deze was 14. Deze was 12. En dan gaan we verder kijken. We hebben nu P1, P2, P1, P2. Nu willen ze T2 weten. Waar zit T2? T2 zit hier. En die kan op verschillende manieren. Hij is niet automatisch ook 78. Dat denk je misschien, want dat lijkt net. En toch is het niet, mag je niet vanuit gaan. Maar hij zit in deze driehoek. Kijk, een andere manier is dat je zegt, ja, als ik nu T1 heb, dan heb ik 180 graden. Deze lijn is 180 graden. Dan is de groene hoek T2 180 min de roze. Maar ik heb die roze niet. Die kan ik uitrekenen, maar dat is weer een stap extra. Dus dat kan ook. Hè. Je kunt zeggen, ik ga die T1 uitrekenen. En dan zeg ik, goh, dit is samen 180 graden. Dat kan. Dat is een manier. Ik denk dat voor de meeste leerlingen hier het makkelijkst steeds te zoeken is naar zo'n figuur met allemaal driehoeken. Blijf zoeken naar de driehoeken. Dus, ja, op een gegeven moment houdt het op natuurlijk. Hè. Maar kijk eerst even, kan het ook met een driehoek? Dat bedoel ik eigenlijk. Nou, deze R1, die hebben we nog niet. Want we hebben R wel gevonden, maar R1 niet. Dus die gaan we eerst uitrekenen. Waarom? Dan hebben we de rode. Soms doe ik iets niet handig. Druk het verkeerde knopje en dan gaat hij even beschuiven. De rode hoek willen we weten. Dat kan als we. Oh, dat is ook rood. Hè? Zo.
als we van de 180 de paarse en de oranje hoek afhalen. Want drie hoeken in een driehoek zijn altijd samen 180 graden. En dat gaan we hier gebruiken. Nou, zo. Deze is 78. Ja, deze is 38. Maar het staat er niet bij. En toch gebruik ik het. Dus zal ik moeten laten zien hoe ik daaraan kom. Nou. Ik heb even plek gemaakt. Ik moet dus laten zien hoe ik daaraan kom. Dus dan moet ik opschrijven. Ik ga zo meteen die R1 gebruiken. Het staat er nog niet bij. Dus dan zal ik op moeten schrijven. Hoek R1 is gelijk aan. Ja, hoe groot is hoek R1? Ja, even groot als hoek 2. Kijk, en misschien zie je wel in één keer 38. En misschien zie je zelfs ook nog wat die bolletjes erachter moeten. Hè? Maar wel even opschrijven. Als welke hoek is, ja, aan welke hoek is die hoek even groot? En dat is hoek R2. Dus je schrijft steeds op de hoek die je gaat uitrekenen. En het is soms een tussensom. Hè? Soms is het een tussensommetje om straks bij de echte hoek uit te komen. Dan de hoek waar die gelijk aan is. Of het sommetje. Dan je antwoord en dan de waarom. Dat zijn eigenlijk altijd steeds de stappen. En als je het een beetje doorkrijgt, gaat het steeds sneller. Dan hebben we die gevonden. Nou, en nu kunnen we naar hoek T2. Want de rode, de blauwe en de oranje zijn met z'n drietjes 180. Hoek T2 is 180 min 90. Nee, 90. Ach, dan zit ik te suffen. Min 78 min 38 graden is 64 graden. En dan zet ik weer achter. Hoekensom, driehoek. Dus nu heb ik T2 ook. En nu willen ze U2 weten. En U2 kan op zoveel manieren. En die kan op zoveel manieren. Ik ga er gewoon eentje kiezen. Ik ga dit even allemaal gummen. Zo, dan kunnen jullie het beter zien. En wat ik nu ga doen. Doe deze ook weer even kleiner maken. Die zal ik eventjes hier zetten. Zo. Zo. Oké, U2. Nou, als je het echt niet ziet, dan zie je wel dat het iets met U te maken heeft, hè? U2, ook al weet je niet hoe je daaraan komt. Zit je op het VWO, dan heb je hoekensom vierhoek gehad. Dan weet je dat als deze, hoe groot was die ook alweer, 64 is, dan weet je met z'n vieren samen zijn ze 360 graden. In het HAVO-VWO-boek is daar totaal niet over gesproken. Dat is waarom ik een andere manier ga laten zien om aan U2 te komen. Die is langer. Maar zit je dus op het VWO, dan kun je gebruiken hoekensom vierhoek. En ja, dat kan ik nu dus niet gebruiken, omdat ik zou het anders wel gebruiken, maar in het HAVO-VWO-boek is dat niet aan de orde geweest. En het kan ook niet verkeerd zijn om toch ook weer een andere manier te zien. Dus ik zou misschien toch al voor gekozen hebben een andere manier te laten zien ook. Je ziet staan U2. Al snap je er helemaal geen drol van, dan weet je er helemaal niets van, dan weet je al, ik moet iets met die U'tjes gaan doen. Ga dan kijken welke van die U'tjes kun je vinden. Nou, een heleboel. Want P2 heb je. P2 is 14. En dan kun je eigenlijk U4 vinden met deze driehoek. En dit zijn dan de overstaande hoeken. Dus dan zijn er na de overstaande hoeken gelijk. Je hebt wel dan twee stappen nodig. Gebruik je niet hoekensom vierhoek, dan heb je twee stappen nodig. Nou, dat is dus een manier. Dus met deze driehoek U4 uitrekenen en dan zeggen, hé, maar deze hoeken, die zijn even groot, die twee hoeken. Dat is een manier. Dan gaan we kijken naar wat is nog een manier. Nou, een andere manier is dat je zegt, die U2 ligt op een rechte lijn. Dus die U2, en dan moet je goed opletten, je mag niks met T2 doen, die liggen aan de overkant ervan. Zo, dit is een beetje zo de rechte lijn. Zo. En als je nu deze hoek 3 hebt, kun je ook die 2 uitrekenen met een gestrekte hoek. Hè, kijk maar, dan heb je zoiets. En dan is dit U. Wacht even. Ik ga het anders laten zien. Ik had deze lijn gepakt. Zo, ik ga hem echt zo helemaal naar over tekenen. Deze hoek, als we die hebben, dan kunnen we de roze hoek uitrekenen. Waarom? Die zijn met z'n tweetjes 180 graden. Dus je kunt ook zeggen, ik ga deze uitrekenen. En die kan heel snel, want inmiddels weten we dat deze 38 is. Deze is 90, dus doe je 180 min 38 min 90. Dat is een manier. Ik denk zelf dat jullie overstaande hoek het fijnst vinden. Denk ik. Dus die ga ik gebruiken. Dus ik ga kijken, als ik U4 heb, dan heb ik U2. Hoe kom ik nu aan U4? Nou, U4 zit in een driehoek waarvan ik twee andere hoeken heb. Dus ik ga eerst U4 uitrekenen. Nou, de hoek die ik ga uitrekenen is hoek U4 is gelijk aan. Hij zit in een driehoek, dus we gaan mijn hoekensom driehoek werken. 180 min 14 min 38 graden
is 128 graden wat er dan overblijft. En daar zet je achterhoeken som driehoek. Ik doe het zo, hè? Maar misschien moet je het van jouw docent uitschrijven. Dus die dingen moet je even vragen. Ja, en dan is het enige nog wat je moet doen, U2. Hoek U2 is gelijk aan hoek U4. Hè? Want dan schrijf je dus op, U2 is hoek die we gaan uitrekenen. Waar is die even groot aan? Dan, hoe groot is die? En dan komt dit door overstaande hoeken. En dat moet er dus ook achter. Overstaande hoeken. Ja, mijn telefoon ligt hier naast met een toetsweek. Dus ik moet af en toe even kijken of er geen berichtje van de leerling binnenkomt. Nou, dit heb ik dus nu allemaal gedaan bij HAVO-VWO. In het HAVO-VWO-boek gaan ze nu nog een stap verder. Daar zeggen ze nog eens, ga na dat de hoekensom van deze vierhoek gelijk is aan 360 graden. Nou, hoe doe je dat nu? We hebben U2. U2 is 128 graden. Deze is 90 graden. En deze hoek is, ik heb hem net uitgerekend ergens, 64 graden. 64 graden. En die zijn dus met z'n vieren 128 graden plus 90 graden plus 78 graden plus 64 graden. Tel dat bij elkaar op en dan kom je uit op 360 graden. Dit principe geldt voor alle vierhoeken en dat noem je hoekensom vierhoek. Dat was hem. Ik hoop echt dat jullie er iets aan hebben. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!